vond de bijeenkomst zeer interessant. Het was een eye-opener, niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen die er zaten. En het meest leuke eigenlijk vond ik dat mensen uit verschillende voetbalclubs bijvoorbeeld, met verschillende culturen, binnen hun groep, of het nou een andere achtergrond heeft, of het nou een Nederlander is, dat ze toch wel met dezelfde problemen te maken hebben. Maar de beleving van die mensen waarin deze te maken hebben, toch anders kunnen zijn. En het is bijzonder om dat hier mee te krijgen, dat we eigenlijk ook hetzelfde probleem hebben, en dat de achtergrond van de mensen eigenlijk niet het grootste probleem is. Veel handvaten gekregen. Ja, interactie met andere verenigingen vind ik heel erg belangrijk. En ja, eigenlijk zijn de problemen overal hetzelfde. En ja, wat we ermee kunnen is natuurlijk ook met clubs onderling in contact blijven praten. Je ziet heel veel andere verenigingen. Je ziet ook verschil in verenigingen. Je ziet zelfs verschil in afkomst van verenigingen. Dat bedoel ik niet qua landsafkomst of roots. Etniciteit, maar waar uit de stad ze komen. En ook dat zie je dat daar verschil in. Een groot verschil. Onze kracht ligt denk ik in heel veel persoonlijk contact met mensen. En dat wordt als prettig ervaren. En dan haalt ook sommige mensen over een drempel heen. Ja, je kan daar je voordeel uit halen en je kan ook horen wat je fout doet. Dus ja, allemaal hele nuttige avond. Ik vind dat je als vereniging moet kijken naar de sociale structuur van je club. Wie zijn er? Waar wonen ze? Waar komen ze vandaan? En vervolgens kun je kijken, en hebben we gewoon even een hele mooie wijkatlas waar allerlei informatie in staat. Hoe je sociale structuur van je wijk is of van je buur. En dan zou je kunnen, die informatie zou je kunnen matchen met elkaar. En dan kun je ook nog een soort toekomstberekening hoe oud zijn ze, vergrijst het niet. Heb ik voldoende aan mijn eigen wijk om leden te werven? Of moet ik ruimer kijken? En ja, ik denk dat je sociale kaart van die vereniging moet maken om te overleven naar de toekomst. We kunnen ook van elkaar leren, heb ik daarvoor meegekregen hier. En de tips die we eigenlijk ook hebben gekregen, gaan we ook proberen toe te passen in ons beleid. En dat is eigenlijk het maximale wat je uit jouw eerste bijeenkomst kan gaan halen. En ik zou zeggen, laten we vaker bij elkaar komen. En zo kunnen we ook meer bruggen bouwen naar elkaar toe. En dat is het mooie van zo'n bijeenkomst. Mijn belangrijkste tip is zorg dat ouders van allochtone afkomst, dat die weten wat ze kunnen verwachten binnen de club. En heel simpel, maak het promo filmpje van de club. En dan bedoel ik niet van het clubhuis of wat er nou voor kan. Nee, het hele proces hoe een vereniging functioneert. Vanaf vrijwilligers, een soort vrijwilligers die je nodig hebt. Bardienst, alles wat we. En uitleg ook van wat het nut is van vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers bestaat de club niet. Ik vond het een leuke bijeenkomst. Ik hoop dat alle bestuursleden die aanwezig waren, dat ze verstand hebben. Dat je een iets verzint binnen de vereniging waar mensen zich fijn bij voelen. Dus welke componenten kan je vinden om mensen met elkaar te verbinden? Wij hebben dat gevonden in een model die we ontwikkeld hebben. Dat hebben we RAFFE genoemd. Dat staat voor respect, acceptatie, fatsoen en eerlijkheid. En dus dat staat even los voor afkomst, kleur, religie. We hebben de mens centraal gezet. En dat kost heel veel energie om te achterhalen hoe je dat met elkaar verbindt. Maar als je dat eenmaal voor elkaar hebt gekregen, dan heb je ook resultaat. Waar oude participatie terugloopt, neemt het bij ons toe. We hebben geen tekort aan vrijwilligers. En dat heeft te maken met dat beleid, omdat mensen zich ergens thuis voelen. En het thuisgevoel is heel erg belangrijk in onze visie. Ja, er zijn veel verenigingen die een goede initiatief hebben. En ze doen de een doet wat meer voor dan de ander. Nogmaals, dan hoop ik ook dat ze vandaag goed geluisterd hebben en dat ze wat opgestoken hebben. Zodat ze in de toekomst meer initiatieven kunnen nemen. En weer medeleven kunnen komen om een betere club en om een betere sfeer en cultuur binnen de club te krijgen. De bestuursleden moeten elkaar gaan opzoeken en ervaringen delen en elkaar ook helpen en uiteindelijk ook begrijpen en dat uitdragen naar hun leden. Ja, de clubs die waren de belangrijkste tip is, kom wel. Je leert er altijd wat. Het hoeft niet altijd toepasbaar te zijn, maar je leert altijd wat. Dus de tip is, kom gewoon, maak dat die zaken zaal op.
zijn allemaal gelijkwaardig, maar niet gelijk. En iedereen die een verschil heeft, moet zich prettig kunnen voelen in de club. Succes!